Minder verkeersgeluid en minder stank door uitlaatgassen. Dat is wat buurtbewoners langs de Kennedylaan willen. De oplossing, een geluidsval. Hier moet die komen naast de drukke weg. Om hun plannen kracht bij te zetten zijn de bewoners een petitie gestart. Op het moment dat ik naar buiten ga, op het moment dat ik mijn achtertuin in ga, ja, je hoort het gewoon heel erg duidelijk. En ja, ik merk toch dat het ten aanzien van het woongenot toch wel wat jammer is. Ik denk dat iedereen het fijn vindt om het lekker weer buiten te kunnen zitten. En dan wil je niet de hele tijd midden in geluidsoverlast zitten. Ja, dat is gewoon niet nodig. Het is een vrij simpele oplossing met heel veel plezier, wat het woonplezier ook weer vergroot. De laatste maanden ben ik er steeds meer met buurtbewoners over aan het praten. Van hoe voelt het voor jullie? En eigenlijk hoor ik bij iedereen hetzelfde. Ze zouden het heel fijn vinden als er iets aan gedaan zou worden. De overlast tast het woonplezier in de buurt aan. Fietsen, wandelen of recreëren gebeurt daarom amper. Door de wal groen aan te kleden met planten en bloemen, moet ook hier verandering in komen. Dus als we hier net wat actiever stukje van kunnen maken, maar ook meer te doen is en meer groen is, dat draagt ook weer bij aan de leefbaarheid. En ik denk dat het voor iedereen van toegevoegde waarde is. Ja, en wie weet wat dat weer voor mooie projecten kan opleveren in de toekomst. En we hadden ook het idee om dan daar mogelijk iets van nog een groente of een soort van volkstuin idee achter te hebben, waardoor we eigenlijk de buurt veel meer bij elkaar laten betrekken. Op dit moment staan er iets meer dan 50 handtekeningen onder de petitie. Als dat er zo'n 500 zijn, wordt die overhandigd aan de gemeente. Een handtekening zetten kan online op petities.nl.